Ik denk dat als je het echt over vergaderen hebt zoals je dat klassiek voor je ziet, aan een tafel met koffie, kom ik tussen de 20 en de 25 uur uit. En als je het iets breder neemt en eigenlijk besprekingen die wat losser of op andere locaties zijn mee gaat nemen, dan kom je boven de 30. Hoe groot is jouw werkweek? Hoeveel uur bevat dat? Gemiddeld kom ik tegen de 60 uur per week aan. Soms meer, soms minder. Minder dan 50 komt niet zo vaak voor. Laten we doorgaan ook in het kader van de tijd, want het is nu alweer 10 voor geweest. Wat doet een wethouder dan eigenlijk? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel zo. Nou, heel veel. Kijk, het simpelste samengevat is het besturen. Je bent bestuurder. Dus het is heel veel beslissingen nemen. Ik denk dat ik, nou, als je het in een aantal zou willen gieten, tussen de 10 en de 30 beslissingen per dag neem. En dan heb ik het wel over echte beslissingen. Dus niet wat ik op mijn brood ga smeren. Maar dingen die voor de stad of voor de regio relevant zijn. Mijn agenda is 7 dagen per week ingericht. Het is niet alsof er vrije blokken zijn waar nooit wat gebeurt. Nee. Alles gaat altijd maar door. Dus ik weet in ieder geval dat ik aan 1,5 tot 2 fulltime banen kom. En dat is de praktijk. Ja. Ja. En dat is ook meer dan zat? Zeker meer dan zat. Zoals ik net al zei, je doet dit een periode in je leven. En dat is leuk en het is ook heel boeiend. En je leert er gigantisch veel van. En, maar het is ook heel veel eisend.